Goedemorgen allemaal. Even de computer goed gezet. Ik ga vandaag als starter beginnen met de marathon. Meestal zit ik op het eind. Het is elke keer leuk om op het begin te zitten. En ik ga met deze mal werken. Welkom allemaal. Goedemorgen. Ik zie al heel veel mensen binnenstromen. Hartstikke leuk. Op deze zondagmorgen. Monika gaat straks met het andere malletje van deze kit werken. En ik heb voor de pocket gekozen. Maar ik ga er wel anders mee doen als wat je zou verwachten. En ik neem jullie mee in het proces. Want ik heb niks voorbereid. Want ik had het heel erg druk. Dus ik ga gewoon blanco beginnen. En ik neem jullie mee in het creatieve proces. En dan gaan we gezellig beginnen. Ik ga ook nog gebruik maken van deze twee kits. De flamingo en de palmboom. En de kit Prima Ballerina. Die leg ik heel even opzij. Want ik ga beginnen met de basis. Daar heb ik een stuk kraft voor gepakt. En dan begin ik aan één kant. En ik leg hem wel. Even kijken dat jullie mee kunnen kijken. Aan de onderkant, want dit flapje heb ik niet nodig. Dit flapje weet ik nog niet, maar dat kan er altijd nog af. Want dan moet ik even kijken hoe het uitkomt strak. Maar eraf kan altijd, maar eraan dat wordt moeilijker. Dus die laat ik er heel even aan zitten. Even een beetje rechterop. En dan trek ik het met een potlood om de buitenkant. Ik weet niet of er mensen zijn die gezellig meedoen. Dat kan, want het zal niet zo heel snel gaan. Even de rillijnen. Dan draai ik hem om. En ik leg dit flapje. Ja, het moet eraf. Het kan niet anders, anders past het niet. Dus ik kan het er gewoon af halen. En dan teken ik hem aan de andere kant nog een keer. En dit kan er dus af, want anders past het niet. Een gedeelte snijden en een gedeelte knippen. Dat gaat sneller. Dat kan toch gezellig, Francisca, vreubelen en kijken. Dat gaat heel goed samen, hoor. Je hoeft niet constant de blik hierop te hebben. Maar je kan gewoon tussendoor lekker vreubelen. Nou, dan knip ik die schulprandjes. Ondertussen je tekenen de andere. Ja, het past anders niet, Antoinette. Dus ik ga strak verzinnen hoe dat ik het op ga lossen. Maar dat komt goed. Ik had namelijk iets in mijn hoofd zitten, maar dat past net niet op het papier. Dus ik ga gewoon een ander eindje eraan maken. Maar dat zien jullie strak. Ik knip het er nu aan twee kanten af. En ik wil jullie eigenlijk ook gewoon laten zien hoe het creatieve proces gaat. Hè? Dat je soms wel eens voor dingen komt te staan die niet helemaal kunnen of kloppen. En dan moet je het gewoon net anders doen dan dat je het in je hoofd had zitten. Dat vind ik ook juist het leuke van vreubelen. Zeg maar, om gewoon lekker zelf dingen te verzinnen en oplossingen. Tekende ik schulprandje aan de andere kant. Echt waar. Het is nog vroeg, hè? Gisteren late dienst gehad, dus ik ben misschien nog niet zo goed wakker. Even kijken.
Die zo. Nee, ook aan de buitenkant. Toch? Ben ik nou zo kippig? Goed erop leggen. Dit is de buitenkant. Oh ja. Nee. Nee, ja. Het klopt, Antoinette. Je hebt gelijk. Nou, dan schuif ik het designpapiertje dadelijk gewoon een beetje op. Alhoewel, ja. Ja, je hebt gelijk, Antoinette. Goed opgelet. Nou, daar verzinnen we wel wat op. Dat is niet zo'n punt. Ik ga niet opnieuw beginnen. We doen het gewoon, het designpapiertje strak gewoon een klein randje eraf. Dan past het ook. Antoinette is beter wakker als ik. Het is ook een marathon, hè? Ze gaan niet terug. Ik ga niet terug, Antoinette. Ik moet door. Dan hoop ik dat het past. De andere lijntjes ril ik die nog overblijven. Een riller eraan. Even goed doorvouwen. Ik zie trouwens dat die pocket, dat die ook smaller is. Heb ik hem ook aan de... Nou, dat geeft niet, daar zien we straks niks van. Ik zie dat er iets niet klopt. Ik ga toch opnieuw beginnen. Was eigenlijk niet de bedoeling, maar hier klopt ook iets niet. Dus ik heb gewoon niet goed... Ik heb hier natuurlijk ook die binnenkant van gepakt. Kom ik hier tekort. Nou, jongens, goed opletten. Hebben jullie daar ook wel eens? Oh, wat erg, hè? Nou ga ik goed opletten dat ik de buitenkant pak. De buitenkant van de rillijn. Dan moet ik natuurlijk extra snel gaan werken vanwege de marathon, hè, jongens. Dames. Nou, ik heb ook de buitenkant, hè. Die nog een keer verkeerd toe. Nee. Oh, dat vind ik ook helemaal niet erg op beta. Ik schaam me daar helemaal niet voor, hoor. Dat kan gebeuren. Vroeger zou ik er zenuwachtig van worden, maar die tijd is al lang voorbij. Gelijk even rillen. Maar goed, dat we een prullenbak hebben, hè?
Ik heb expres aan de buitenkant nu iets meer ruimte gelaten. Omdat ik daarnet iets te kort kwam. Ga ik even kijken hoe ik zie nu. Uitvalt. Wel gezellig dat jullie met zoveel mensen kijken op deze zondagochtend. Ik las ook dat de mensen gewoon op de camping kijken. Dat is natuurlijk ook leuk. Lekker met een bakje thee erbij. Of koffie. Zo. Nou, we zijn weer waar we gestart zijn. Kijk, en nu heb ik hier een heel klein stukje over. Dat snij ik er nog af. Nadeel van die als die riller erin zit in dit apparaat. Huppatee. Zo. Nu hebben we dit. Dat was mijn bedoeling. Dan pak ik het designpapier. Van de Prima Ballerina. Ik heb het natuurlijk al wel een keer gebruikt. Dat is erg mooi papier. Een beetje pasteltintjes met mooie bloemetjes, hartjes, een ballerina, groen. Groen met een ballerina, barok en effen ras. En de effen ras, die hou ik even apart voor mijn flamingo. Ik ga de flamingo namelijk gewoon van designpapier knippen. Dus die hou ik even apart. Kijken of dat er twee uit kunnen. Ja, dat lukt wel. Ja. Dus die mooie razen, die hou ik even apart. Dan gaan we de binnenkant. Deze met die... met die letters wel heel erg mooi. Script. Dan pak ik de binnenkant van de mal. Dus bij de Dutch Doobadoo mallen altijd dat je een heel mooi randje meteen hebt. Nou, zo'n rechthoekige kan makkelijk met de machine. Ik haal mijn riller er even af, want dat vind ik lastig. En deze die komt hier. Die kunnen we als vast plakken. Else geeft helemaal niks hoor. Oh, in België is het slecht weer. Nou, dan is het helemaal lekker om te kijken natuurlijk. Lekker relaxed en misschien zelfs mee te doen. Als je de mal al hebt. Naar keuze kun je dit natuurlijk distressen. Maar dat vind ik veel te lang duren nu. Dus dan slaan we een keer over. Deze is dan heel mooi om aan die kant te doen. Dan moet ik even opletten dat ik hem goed neerleg. Ja, zo. Dat is misschien wel een tipje als je hem zo neerlegt. En je schuift er de mal onder en je draait hem dan om. Dan heb je hem altijd goed.
Nou, het papier matcht natuurlijk altijd bij elkaar. Dus of dat je nou een voor- of een achterkant gebruikt, is nog niet eens heel erg. He, want je kan alles door elkaar matchen, omdat het allemaal mooi bij elkaar kleurt. Ik zal af en toe ook op de computer kijken als jullie... Oh, in het zuiden is het droog. Ja, hier is het ook droog. Als jullie iets te vragen hebben, dan kun je... Kijk, dan loopt daar mooi door, het script. Dan kijk ik meteen even mee. Dan, probeer ik de vragen te beantwoorden die er eventueel komen. Ja, het is een beetje wisselvallig, hè, het weer. Voor de mensen die nu vakantie hebben, is het wel sneu. Maar ja, daar kun je niks aan doen. Hè? Aan de bovenkant hou ik het maar gewoon. Dan maken we dit papiertje maar gewoon op. Dat past niet. Dus dat komt hier. Misschien ook wel leuk om toch een stukje van dat script nog mee te nemen. Zo moet hij. Dus ik leg hem er zo op. En dan draai ik hem om. Ja, dat is mij ook al opgevallen, Karin, dat het geluid niet synchroon loopt. En dat is heel vervelend. En daar kan ik helemaal niks aan doen, maar dat is mij ook al opgevallen. En dat ligt inderdaad aan Facebook. Er zit inderdaad een vertraging op. Ja, en dat hebben wij niet in de hand, hè. Ja, aan de andere kant moeten we blij zijn dat er deze mogelijkheid is. Want het betekent wel dat we met z'n allen gezellig elkaar kunnen inspireren. Als we geen live hadden gehad, dan had dat ook niet gekunnen. Dus. Kijk, nu heb ik overal een beetje van dat script aan de binnenkant. En dan de buitenkant zullen we ook maar gelijk doen. Hè? We zijn nu toch bezig. Ik doe alleen deze twee. De achterkant hoeft niet, want dan kun je hier gewoon gezellig schrijven. Naar keuze kun je de achterkant natuurlijk ook bekleden. Een bloemetje. Is misschien wel leuk. Of een barokje. Kijk. Het is allemaal leuk. Deze is ook leuk met die dansresjes. Nee, ik zit hier alleen op, Babs. Helemaal alleen en verlaten.
Ja, het is mooi papier, hè? En de kleurtjes ook heel mooi zacht. Het is prima ballerina papier. En ik heb bewust voor bruin gekozen, omdat we een beetje natuur strakker nog bij gaan doen. Grote flap eraf, want ik vind het een beetje vervelend. Zien jullie wat er gebeurd is? Daar heb ik dus niet goed op gelet, hè? En misschien laat ik het wel zo. Ik laat het een stipje. Maar dat is dus wat ik daar strak deed. Toen strak had ik me netjes ondergelegd. En dan gaat het niet verkeerd. En nou dacht ik, ik doe het zo. En dan gaat het dus wel. Dus ik gebruik gewoon de achterkant. Is helemaal niet erg, want het past allemaal mooi bij elkaar. Nu hebben we dit. Leg ik dit even weg, want dan hebben we strak pas weer nodig. Nu pak ik mijn beelden. Die zijn ook echt hartstikke leuk. En die ga ik van het designpapier knippen. Even op de achterkant tekenen. We hebben de bovenkant, de onderkant, er komt straks nog een mooie vleugel op. Dit is een kuifje. De poten die doe ik denk ik uit een andere kleur. Uit wit, want die maak ik heel donker. Of ik doe hem gewoon. Nee, ik kan ze ook gewoon uit het designpapier pakken en daar met inkt overheen. Kan ook, dat is net zo makkelijk. De poten moeten natuurlijk lekker donker worden. Dit is wit en dit is zwart. Een stukje wit. En een stukje zwart. Voor de snavel. En dan hebben we, dit is een oog. Dan
Mooi rond oog. Nou zoek ik even mijn kleine oogje. Die is er nu ingezakt. Dus al die onderdeeltjes die knippen we uit. De snavel is pikzwart. Dit is een soort flapje. Dan moeten we nog even kijken welke kleur. Het zit ook bij zijn snavel. Misschien dat ik daar wel een beetje ras maak nog. Kijken we even hoe dat uitvalt zo meteen. Schutoog. Ja, natuurlijk kan dat met schutoog. Dat kan heel goed. We hebben ook van Dutch Doer nog leuke kant-en-klare oogjes. Die zijn ook heel leuk om te gebruiken. Heb ik natuurlijk niet bij de hand nu. Ik teken nu bewust aan de achterkant, omdat je dan geen potloodlijntjes hoeft te gummen. Ik lees ondertussen even mee. Ik start even opnieuw. Het stottert hier. Ja, dat ligt ook aan Facebook. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat geluid. Echt heel vervelend. Ik heb mijn wifi al op heel sterk. Die staat op 4,33 of zo. Hartstikke sterk. Dus daar ligt het niet aan. Misschien dat ik maar gewoon niet te veel moet praten. Wel praten is gezellig. Oh, goed zo. Ik klets wel een eentje op weg hoor. Nou, dit is altijd even een beetje friemelen natuurlijk. Maar dan hebben we drek ook wat, hè. Dadelijk, ik mag geen drek zeggen. Dat is Brabants, sorry. Dan hebben we dadelijk wat.
zegt, als mijn zus meekijkt, dan krijg ik moppers strak. Dan zegt ze, Corrie, probeer nou toch eens ABN te praten. Ja, sorry. Sebiet kan ik ook, oh ja, sebiet. Dat is meer Belgisch, hè, sebiet. Ja, wij zijn natuurlijk ook reserve Belgen, hè. Dat is gewoon zo. Sprangs mag ook. Karin, kom jij uit Sprangkapelle of niet? Ja, weet je, je kan dat wel proberen, maar het sluipt er toch in, hè? En ik hoef voor mijn werk geen ABN te praten, want ik zit in de zorg en onze mensen die praten ook gewoon allemaal lekker Brabant, dus die vinden dat ook gewoon gezellig. Nee, ons Jan en ons Miep en ons Piet en ons Dirk en, hè? Nou, dan hebben we die roze flamingo. Maar die vind ik dat die wel een tintje mag krijgen. Dus dan pak ik even die Harmony Inkt plum kleur. En dan ga ik even met een borsteltje wat kleur aan de zijkant. Ik leg heel even mijn papiertje eronder. Anders is mijn mattrek zo vies. Meestal werk ik op mijn glazen plaat, maar die die schittert zo erg. Binnenkant van mijn borsteltje is een beetje vies. Nou ja, mag een beetje natuurlijk worden, hè. Ik geef hem wat kleur. Bij deze leg ik de mal er even op. Want ik wil die tekening van die vleugel erin hebben. Kijk. Ja, de bos is ook gezellig, je zee. Hij maakt nog iets meer kleur hier. Dit is de Plum Jam. Geef hem iets meer kleur. Toch wel leuk. Dat is genoeg.
Ik weet helemaal niet precies eigenlijk of dit flapje moet daar hier zitten. Nee, hè? Nee. Van de snavel, ja. Plak hem onder de snavel. Passen en meten wordt de meeste tijd versleten, hè? Toch? Kijkt wel een beetje verbaasd, vind ik, met die grote pupil. Iets naar beneden. Zo. En de poten en dit dopje, dat doen we ook nog even heel donker. Het is een pluimpje op zijn bol. En de poten mogen ook heel donker. Naar keuze kun je die natuurlijk ook met knalrood doen. Want die flamingo's hebben vaak van die knalrode poten. Maar ik doe het nu gewoon met deze kleur. Die komt hier. En het is misschien wel leuk. Even het dopje erop. En zou hem van die balletschoentjes aan kunnen geven. Ik weet niet of dat lukt. Die balletschoentjes stans die nog even een keer uit. Die balletschoentjes zitten ook bij die kit Prima Ballerina. Mijn pikpen was ik kwijt. Die kan ik niet missen. Eens kijken als ik deze knip of we die aan kunnen geven. Of dat lukt. Het is een probeersel, hè.
Kijk, dat bedoel ik met vreubelen. Dat vind ik altijd zo leuk om te kijken van. Dat gaan we doen. Knip wel een teen eraf, want anders dan passen de schoentjes niet. Ja, glorie moet pijn leiden. Zwemblieten doorknippen. Even kijken, misschien dat ik die thee nog wel onder. Plak dat die vol lijkt, het schoentje. Dat is wel een goed idee. Dan hebben we hier nog een stukje touw. Eens kijken of dat het nog. Want die schoentjes die zitten toch altijd zo gestrikt. Eens kijken of dat ik dat ook voor elkaar krijg. Oh ja, die Christa die maakt ook te gekke dingen, hè. Dit is even friemelen, maar dat vind ik juist leuk. Zielig op de beletschoentjes. Vind je het zielig? Ah. Ik vind het niet zielig hoor. Drup, klein maar onder, dat hij niet verschuift. De andere schoen nog.
Is toch leuk? Een beetje een grapje ertussendoor. Moet kunnen, hè? Moet kunnen. Strikje. Wat een friemel. Als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan. Nee. Komt goed. Ik zei net, Chris, dat jij te leuke dingen maakt met die bultops. Nou, ik vind het wel leuk met schoentjes zo. Die poot is te lang. Daar gaat ook nog een stuk af. Zoals jullie zien, kan ze het nog niet zo goed. Ik doe de beentjes ook gekruist. Dan past het ook op het papier. Anders past het dadelijk niet op het papier. Dus ik moet ze wel. Ik moet er iets mee. Dus. Anders past het niet. Zo past het. Doe het meteen even vastplakken. Want de kaart moet wel dicht kunnen, strak. Dus het moet echt binnen de lijntjes blijven. Wat is een ingwing, Ria? Ik weet niet wat dat is. Dat is geheimtaal. Nou, ik vind het wel leuk met die biletschoentjes zo. Zielig, hè? Ah. Kijk maar, hij kan nog wel dicht, de kaart. Dat was de bedoeling, dat hij nog dicht kon. Nou, dan hebben we die palmbomen. Die zijn misschien wel leuk om hier een stukje van te gebruiken. We kunnen kiezen voor wit en kleuren of voor bruin en kleuren. Ik ga eens even kijken hoe het uitkomt als ik het kleur. Hoe het op bruin tekent en hoe het op
Het is bruin. En dit is wit. Maar wit tekent wel heel erg af, hè? Dus ik ga voor bruin. Nou, dit is een kwestie van beinkten en dan later uitknippen. En die stukjes die ik daar straks verkeerd had gedaan, die kan ik nu mooi voor die... Voor die boom natuurlijk pakken. En dan hebben we het bruin. Met een klein randje uitknippen. Even lezen of ik iets. Ja, naar keuze kun je hem nog iets groener maken natuurlijk, hè. Ik heb nu expres een beetje een groene kleur gekozen die past bij, bij de tint van het papier. Maar je kunt natuurlijk ook iets afstekends. Ja. Zonde, hè, om die daar achter te verstoppen. Maar we gaan even kijken hoe het uitkomt. Kijk, als je hem wat groener wil hebben, dat kan natuurlijk. Het is misschien wel mooi als we die puntjes er ook allemaal uitknippen. Hebben jullie tijd? Dit duurt natuurlijk wel even, hè? Het is wel mooier als die puntjes eruit zijn.
Ondertussen staat mijn thee koud te worden. Ik pak heel even een slokje. Kijk, ik had thee. Nou, die hoef ik niet meer te blazen in ieder geval. Nou ja, het is even werk, maar het is wel mooier als je de puntjes eruit knipt. Nou, we zijn er. Niet te ver uit laten steken. Een klein beetje kan wel. En hij mag gewoon scheef, hè. Die bomen die staan wel eens erg scheef. Dus die plak ik daar aan die kant. Kijk, wil je hem een beetje groener hebben? Wou ik net, dan doe je hem gewoon nog een beetje zo. Met je inkt. Een beetje beinkt en dan wordt hij nog wel groener. Moet nog dicht te vouwen zijn, ja. Wat we natuurlijk ook kunnen doen, als je nou zoiets hebt, zo'n project, dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen van, ik zorg gewoon dat die passend is. Kijk, dan is hij aan de bovenkant als je wel mooier. Nou, dan maken we nog zo'n palmboompje voor hier. Of alleen een paar blaadjes. Kijk, die kan wel zo. Oh ja, dat is wel leuk dat zij onder die palmboom staat. Zo zie je, ik had geen plan. Ik had wel een ideetje, maar niet een vast omlijnd plan, zeg maar. En gaandeweg wordt het een kaart. Zat ik geloof ik buiten beeld? Nee, valt mee. En een stukje boom. Kijk, die doen we dan de andere kant op. En dan gaan we weer. Ik weet eigenlijk niet hoe laat de volgende van de marathon aan de beurt is. Monica, weet jij het toevallig uit je hoofd?
Tijd genoeg. Macaroni, nasi met hete kip. Het is allemaal vandaag op. Zo, hier de puntjes weer even uit. Nou, ik was niet zo vroeg op hoor. Ik had gisteren een late dienst. Dat is altijd tot 11 uur. Nou, eerder ik dan weg ben is het 11:15. Eerder ik dan thuis ben is het 11:45. Nou, dan is het nog even zitten. Even kletsen. Dus dan ben ik er niet zo heel vroeg uit, 's morgens. Oh ja, dat is makkelijk voor 2 dagen. Dat vind ik ook altijd makkelijk van rundvlees. Dat kun je ook altijd voor een paar dagen. Nou. Kijk, en dan laten we haar onder die boom. Zo. Wel leuk als we die tekening nog zien. Nee, dat kan ik ook nooit, Willeke, meteen naar bed. Moet ik altijd even de adrenaline laten zakken, zeg maar. Ja, naar keuze kun je hem eruit laten steken, maar ik heb nu eigenlijk besloten om het af te knippen. Oh, ik heb hier nog iets over. Oh, dat was vandaar. Wacht, die gaan we dan nog wel even opplakken. Ja, afschakelen inderdaad, Francine. Zo. Ja, die hoort daar. Hier kwam ik nog tegen. Ik weet eigenlijk niet wat dat voor een flapje is. Misschien doe ik hem wel niet op de goede plek, maar geeft wel wat. Nou, ik vind hem best al wel leuk geworden. De voorkant. Voor de binnenkant. Ik had nog een leuk grapje. Oh, wat hier allemaal valt.
ik had nog een paar veertjes gevonden. Die zijn wel leuk om die nog tussen te stoppen ergens. Is toch grappig? Even kijken waar ik ze precies zal stoppen. Oh ja, dat is leuk. Die veertjes, als ik die ergens tegenkom, bij de Action of weet je, bij de Vibra, weet ik het. Al die goedkope winkels, die hebben wel eens met carnaval of zo. Hebben ze van die, ja, van die bakken met spullen erin. Of bij de Solo, of maakt niet uit waar. Hij zit nog niet heel goed vast, zie ik. Heb ik hem alleen nog maar los opgelegd. En dan, als ik van die leuke hebben dingen zie, dan neem ik ze gewoon altijd meteen mee. Ah, kijk toch eens hoe leuk. Het is altijd handig om in huis te hebben. Beetje lijm eronder. Maar dat maakt het wel leuk, hè? Nou, als een kind dit met de verjaardag krijgt, is het toch gewoon kei leuk. Dan had ik nog een grasrandje in wit. Ja, die veertjes hebben ze heel vaak bij die goedkope winkels, zeg maar. Zeeman, Solo, Xenos. Dat soort winkels hebben ze heel vaak van die, ja, van die leuke dingetjes om erbij te gebruiken. Kijk, de grasrand die heb ik gewoon in het wit gehouden om het toch iets rust in de kaart te houden. Kijk, ik had nog een grasrand. Passen en meten. Oh, het valt er hier even mals uit buiten, ik hoor het. Nou, kom, plakken. Nou, dat mag wel zo. En aan de andere kant kunnen we natuurlijk
de rest van het grasrandje gebruiken. Ja, die zit bij ons in Tilburg, die Solo. Maar ik kom bijna nooit in de stad. Maar als ik er dan kom, dan loop ik wel even binnen. Wel leuk. Voor een lintje of een dingetje. Gooi niks weg, hè. Ik plak gewoon alles over elkaar. Zo, nou, de binnenkant is leuk genoeg, hè? Dan gaat hij dicht. En dan moeten we natuurlijk een leuke sluiting gaan maken. En ik wil, oh, ik had hier nog, die zijn misschien ook nog wel leuk om te gebruiken. Ik had nog een takje. Een takje had ik nog. Binnenkant is al leuk geworden, hè? De buitenkant, daar moet ik nog eens even over denken. Hebben jullie suggesties? Het is ook nog grappig, zo'n klein takje hier en daar. Nou had ik gedacht voor de buitenkant om in ieder geval een sluiting te maken. Oh, ik vergeet nog iets. Dit is ook zo leuk, dat die Lancia spul. Banderol. Ja, goed idee, Gerda. Banderol. Heel goed idee, Gerda. Kijk, de Tilantia kun je gewoon bij de bloemist kopen. Doe je jaren van, koop je gewoon een zakje van 100 gram of zo. En je hebt altijd maar een heel klein beetje nodig. Ik hou het heel even vast. Touwtje erom, criss-cross is ook leuk. Met een bannertje, ook leuk. Een bannertje met tekst wat natuurlijk past bij een Never Give Up of zoiets. Of zoiets, hè? Zo'n soort tekst. Ik moet zeggen,
heel even drogen. Ik vind het idee van de banderol echt wel heel erg leuk. Dus ik denk dat ik er inderdaad een banderol om ga maken. Dat is een goede tip van Gerda. Niet te strak, want je moet hem er makkelijk af kunnen schuiven. En hij is iets aan de brede kant. Ik ga hem in ieder geval iets smaller maken. Zeven. Als we Gerda niet hadden en de voordeur niet en Gerda, moesten we altijd achterom. Leuke foto's trouwens van de week van die twee hondjes van jou, Gerda. Die zag ik voorbij komen. Ja, perfect. Hartstikke leuk idee van Gerda. Een zijpapiertje nog. Kijk, je kunt natuurlijk gewoon een heel wat andere weer pakken. Barok. Even ras met die swirl. Ja, ook al mooi. Ik vouw hier even een paar vouwtjes in. En dan komt daar geen designpapier op, designpapier op die twee voorkanten wel. Meten. Hij is net geen 7, dus er wordt 6,6. Nee, 6,5. Ja, hou maar op 6,5 bij 10. Swirl hebben, 6,5. Nee, dat is vervelend. Ik zou niet weten waar het aan ligt. Ik verander niks aan mijn instellingen. En de ene keer doet je het wel en de andere keer niet. Dus ik heb echt geen idee. Ja, en bij de ene is het wel en bij de andere is het niet. Dus dat is ook heel raar. Zo. En dan natuurlijk nog een paar van die leuke. Een schoentje hadden we nog. Ik had het schoentje nog een keer uitgestanst. En dat is wel leuk als we die natuurlijk ergens zo opdoen. Dat die net iets mooier uitkomt. Dus ik plak hem even op dat bruin.
En hier moet nog een tekst, maar dan moet ik even zoeken. Een beetje een passende tekst bij een ballerina. Maar die moet ik even zoeken nog. Die heb ik niet bij de hand, want die komt later. Maar dit vind ik wel heel erg leuk al. Kijken of we makkelijk dicht krijgen. Je kan hem ook zo laten en pas op het moment dat je hem wil gaan sturen een tekst ergens bijzetten. Maar dit is de voorkant dan. En dit is de binnenkant. Hier kun je natuurlijk naar keuze ook nog tekstjes of zo bijzetten of andere dingetjes. Net wat je wil. Nou, dit was mijn kaartje voor deze keer. Heel erg bedankt voor het kijken. En dansen met Jansen inderdaad. Tot een volgende keer. En veel plezier nog vandaag met de rest van de marathon.